Maatschappij de 2, hoofdstuk 11 en 12. Links en rechts, progressief en conservatief. Progressief wil zeggen dat je vooruitstrevend bent. Je wilt dus altijd wel veranderen. Want het kan immers altijd beter. Dus even met een voorbeeld. Stel je neemt het onderwijs. Je kunt zeggen, het onderwijs is goed. Iemand die progressief is zal zeggen, ja, dat onderwijs is dan misschien wel goed, maar het kan altijd beter. Daartegenover staat conservatief. Conservatief betekent behoudend. Je wilt dus eigenlijk niet te veel veranderen. Wat goed is, hoef je niet te veranderen. En als je dan toch iets moet veranderen, dan moet je dat bij voorkeur rustig of nog liever heel rustig doen en in kleine stappen. Politiek links. Politiek links is vooral georiënteerd op gelijkheid. Een eerlijke verdeling van inkomen, kennismacht, bescherming van de zwakkeren en een hele actieve overheid. Ook allemaal kenmerken die je tegenkomt bij sociaal-democratische partijen. Geen wonder dus dat de PvdA, SP en GroenLinks allemaal linkse partijen genoemd worden. Ook de Partij voor de Dieren wordt bij links gerekend. In het midden vind je veel christendemocratische partijen. Het gaat hier vooral om samen, om harmonie. Vandaar dat je hier ook in het rijtje christendemocratische ideeën vindt, zoals gespreide verantwoordelijkheid en de zorgzame samenleving. Je vindt dan uiteraard hier het CDA. De Vreemde Eend in de bijt is D66 en de ChristenUnie. D66 noem je een middenpartij omdat ze zowel sociaal-democratische ideeën hebben, wat weer heel links vaak is, en ook wat liberale ideeën. Liberaal is vaak weer wat rechts. En als je een beetje van links en een beetje van rechts neemt, kom je in het midden uit. Rechtse partijen. Nou, hier gaat het om vrijheid. En dat vrijheid idee zie je natuurlijk heel sterk terug bij het liberalisme. Vandaar dat je hier ook de Partij voor de Vrijheid vindt. Je vindt hier ook één christendemocratische partij, die dus op het gebied van economie hele liberale ideeën hebben. De SGP en de grootste en bekendste liberale rechtse partij, de VVD. Dan is het tijd om stempeltjes te zetten. De meest linkse partij is de SP, gevolgd door GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, D66, ChristenUnie, CDA, VVD, SGP en de PVV. Dit zijn de partijen van links naar rechts. Dat betekent dus dat de SP links genoemd wordt, net zoals GroenLinks, Partij voor de Dieren, Partij voor de Arbeid, D66, ChristenUnie en CDA zijn middenpartijen, VVD, SGP en de Partij voor de Vrijheid zijn rechtse partijen. Hoe zat het ook alweer met progressief-conservatief? Nou, vrij simpel. Eigenlijk bijna alle linkse partijen zijn progressief. Of alle linkse partijen zijn progressief. Dus de SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren en PvdA. Ook D66 is nog progressief. En vanaf hier noemen we alle partijen conservatief. In de praktijk speelt progressief en conservatief niet meer zo'n grote rol. Maar je moet dit wel kennen voor je examen. Dan de politieke stroming. De SP rekenen we tot de sociaal-democratische stroming. Net zoals GroenLinks. De Partij voor de Dieren rekenen we er ook bij. En de PvdA. D66, zoals ik al eerder zei, van beide een beetje. En die noem je dus sociaal-liberaal. De ChristenUnie is christendemocratisch. Het CDA is ook christendemocratisch. De VVD is liberaal. De SGP is christendemocratisch. En de Partij voor de Vrijheid is liberaal. Ten slotte nog even de zetels in de huidige indeling van de Tweede Kamer. De SP heeft 15 zetels, GroenLinks 10, de Partij voor de Dieren 2, de Partij van de Arbeid 30, D66 heeft er 10, de ChristenUnie heeft er 5, CDA 21, de VVD is de grootste partij met 31, de SGP heeft er 2 en de Partij voor de Vrijheid 24.